Ik ben altijd heel erg blij met tentoonstellingen die we in de fundatie openen. Maar deze is wel heel erg bijzonder. Neo Rauch, ik vind hem de beste kunstenaar van nu. Met 65 schilderijen in Museum de Fundatie Zwolle. Hij is groots, hij is raadselachtig. En maakt schilderijen die tweede helft jaren 90 in één keer de hele wereld veroverden. En dat is niet vanzelfsprekend, want die kunst die uit die voormalige DDR kwam, die werd met enige argwaan bekeken. Rauch raakte een snaar. Hij raakte een snaar met popartreferentie. Misschien ook nog wel een vleugje DDR-esthetiek. En hij betovert ons. Hier achter mij hangt wel een heel mooi voorbeeld van de enorm complexe werelden die Neo Rauch ons toewerpt. Het is niet mis als je hier naar kijkt. Je denkt dingen te herkennen. Er staat hier een muur en er zijn douaniers en er worden mensen tegengehouden. En op het moment dat je het gevoel hebt dat je greep krijgt op die wereld die Rauch presenteert, dan zijn er weer ongerijmdheden, waardoor je het ook helemaal weer verliest. Neo Rauch zegt dat hij vanuit de intuïtie schildert. Dat hij vanuit zijn dromen, vanuit zijn visioenen schildert. Hij wil ons geen enkele maatschappelijke boodschap geven. Hij wil eigenlijk dat wij ons verhouden tot zijn kunst. Zet jouw wereld naast de wereld van dat schilderij, laat je overspoelen. Ga een interactie aan met die wereld in dat schilderij. Dat leven van Neo Rauch zit natuurlijk helemaal dwars door al zijn schilderijen heen. Maar bij dit schilderij Vater is het echt heel tastbaar. Neo Rauch was 4 weken oud toen hij zijn ouders verloor. Zijn vader Hanno was 21 en deze klassieke pietà lijkt het wel alsof de vader vastgehouden wordt door, ja, op het moment dat je begint te denken dat dit Neo Rauch is, valt onmiddellijk je oog op de persoon in de rechterhoek die de vaas aan het fotograferen is, waarbij het heel interessant is om te weten dat Neo Rauch zijn schilderijen zonder voortekening maakt. Hij zet zijn kwast erop. En daar begint hij en dan ontstaat de compositie. Dit schilderij thematiseert de schilderkunst. We zien twee schilders, stoere mannen, gespierd voor doeken staan. De hand wordt geleid door een oude schilder. Het zou Rembrandt van Rijn kunnen zijn. Let op de niet uitgebroede eieren rechtsonder. Het is de inspiratie die uitgebroed wordt tot kunstwerk. En daar zijn ze druk mee bezig. Neo Rauch ziet zichzelf als een tijdreizende. Hij kan terug in de tijd, hij kan zelfs vooruit in de tijd. Maar zijn absolute voorkeur als artistieke bron heeft de romantiek. En het is heel interessant, want met name in zijn latere werk dan wordt de coulissen steeds historischer. Heel erg het gevoel dat we hier naar een scène kijken, een vroeg 19e eeuwse scène. Wat heel spannend maakt, is dat de scène geplaatst is in een voormalige luchtmachtbasis van het Warschau-pact, waar we hier de bunkers zien waar de vliegtuigen opgesteld stonden. Het is het spel wat Rauch de hele tijd met ons speelt. Hij neemt ons mee in de tijd, hij brengt ons terug in de tijd en hij levert ons scènes die volkomen raadselachtig zijn. Hij zegt van zichzelf, ik wil de wereld opnieuw betoveren. Betoveren in de romantische zin. Daar zit niet alleen schoonheid in, maar ook gevaar in. Het is het sublieme. En hier is natuurlijk de catastrofe is hier aan alle kanten aan de hand. Groot ongeluk, natuurrampen, het is overal in de beste romantische tradities. Er zit wel een verandering in. Er zit wel iets in wat Rauch nu heel anders doet dan in het begin van zijn carrière. Denk nog even aan dit strakke hoofd van die vrouw in Plats. En hier, deze vrouw, deze blik van humaniteit, deze blik van mededogen. De wereld wordt omarmd. En de rampen zijn niet te voorkomen, maar de menselijkheid is er ook.